Hey Jaring, als het hutrin nog heel goed gaat, ken ik dan ook alle dagen erin? Want dan gaat het ik sneller. Ja, dat zou het zeggen, maar dat is wel een fout die de meeste mensen naar mij niet meer willen. We nemen dat mij mooi wordt, omdat verder komt supercompensatie. En dat betekent door de trein krijg een beetje minder. Maar doordat het goed herstelt, wordt het lichaam weer beter. En bij de volgende training krijg ik weer wat meer van. Dus is een galbeweging, waardoor die conditie altijd wat meer omheen gaat. Dus dat is heel belangrijk om die rest erin te houden. En hoe lang moet die rest zijn? Ja, mooi is 48 uur. Er is trainingsschema ook weer opgebouwd. Drie trainingen in de week, zondag in de week. Dus het is mooi om het daar te trainen. Dus hou echt die 48 uur aan. Dus in ieder geval wist dat het lichaam goed hersteld is. En is het dan, ik zei dat als dat net doorst, als dan een grotere kans op blessures had? Ja, dan, dat is dan altijd wel een punt dat de blessures om me hoog komen te zien. En wat kun je dan krijgen om blessures? Ja, knibbels is natuurlijk een heel belangrijk fenomeen. Omdat die lichaamsgewicht al wel drie keer ongeveer op die knibbels terug te komt. Ankels, heupen nog wel. En bijvoorbeeld de schienbonken, dat zijn dan wel vaak de beginnersproblemen met wat. Het is meestal wel onderscheid tussen echte blessures en beginnersproblemen. Omdat het lichaam met wennen om het hut erin. En haast vaak wel denk je dat ik even om de hoek kom te zien. Dus houd daar wel onderscheid tussen. En wat maakt het dan als denkt dat ze een blessure haast of in elk geval pijntjes haast? Nou ja, neem even de rest. Sla een training oer, sla een weekje oer. En dan zit er nog een aanrekking om dat weer op te vangen. En is na een week nog net oer, dat vind ik gewoon nog les. Je dan naar een specialist gaan en praat met diegene van wel uit de mond, maar wat vooral ken ik weer doen om weer in dat schema te komen.